De Surinaamse juristenvereniging SJV heeft in het kader van haar 60-jarig bestaan gisteravond een lezing met paneldiscussie over het grondconversieprobleem gehouden. Dit was om meer informatie aan de samenleving te verschaffen over de door de regering aangekondigde grondconversie. Inleider, tevens notaris Kitty Olf, stelt dat ze niet tegen grondconversie is als daar de nodige voorzichtigheid mee wordt betracht. En ik noem daarbij de rechten van in stamverband levende volkeren. Ik noem de stedenbouwkundige wet waarbij structuurplannen en bestemmingsplannen nog niet zijn vastgesteld. Ik noem de nieuwe ontwikkeling in oil en gas industrie die nog aan het rollen moet worden gezet. En in de thans geldige tekst zoals het is voorgesteld, zie je dat toestemming wordt gegeven voor overdracht in eigendom, niet alleen van bouwkavels, maar ook van landbouwgronden. Suriname is een jong land, dus voor stedelijke uitbreiding en ontwikkelingen zal steeds meer behoefte zijn aan grond, zegt meester Olf. Ze is van mening dat er vanuit de regering eerst gewerkt moet worden aan een bestemmings- en bestuursplan. Onderwijsfaciliteiten en gezondheidszorg zijn zaken die steeds meer behoefte gaan hebben aan grond. En het vooraf opengooien van wat nu landbouwgrond is. En als je kijkt naar de historie, dan zitten alle landbouwgronden, als je praat over tuinbouwkavels, rondom stedelijke gebieden. Als jij daarvoor toestemming geeft dat tot een oppervlakte van 6 hectare mensen dat de eigendom kunnen krijgen zonder dat je meeneemt de zaken die ik eerder heb genoemd, en daar praat ik over die bestemmingsplannen, ik praat over de rechten van in stamverband levende volkeren, dat je dan heel erg jezelf in de vingers gaat snijden als overheid, want dan kun je zeggen er is een onteigeningswet. Als we dit hebben uitgevoerd en ze zijn uitgegeven en ze zijn later weer nodig, dan zouden we gebruik kunnen maken van de onteigeningswet. En wat is die onteigeningswet? Dat geeft de overheid de mogelijkheid om eigendom terug te nemen, natuurlijk tegen schadevergoeding, tegen schadeloosstelling, indien het nodig is voor algemeen nut. Olf adviseerde ter afsluiting haar collega-juristen, evenals de Nationale Assemblée, om de focus te leggen op de aanpak van de stedenbouwkundige ontwikkeling van ons land.